Dames en heren, wat schitterend dat je weer luistert naar zo'n spiksplinternieuwe, lekker spreken gaming podcast. Timon, het heeft even geduurd, maar de 10 jaar zitten er eindelijk op. Echt de klote 10 jaar waren, dat is echt niet normaal. Maar niet leuk. Nee, was echt niet leuk. Maar wat wel leuk is, zijn die digitale videogames. En na deze 10 jaar kunnen we eindelijk die videogames op een lijstje zetten. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan met elkander onze 10 favoriete videogames van de afgelopen 10 jaar van de decade op een rijtje zetten. En ik ben benieuwd wat jij mooi vond, Timon. Ik weet het heel goed dat ik mooi vind. Dat is het makkelijkste lijstje ooit. We gaan ze niet eens samenvoegen, want jij moet niet met mijn... Hoezo niet? Het is toch de lijst van lekker spelen? Nee, dit is beste gewoon... games op de decade van lekker spelen. Dit is juist gewoon gezellig. Gewoon eventjes babbelen. Wat denk je daarvan? Oké. Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar is goed. Dan mag jij ze samenvoegen. Ja, is goed. We breken maar koppie. Maar wil jij de nummer 10 en zo doen? Dan wil je Wie nog niet beginnen. Wie kan het beter? Wie kan het beter, is de vraag. Wil je mijn nummer 10 worden? Nummer 10. Okay. Doe jij mes? Oké. Was hij goed? Ja. Wacht, ik ga mijn best doen. Nummer 10. Nee, dat was niks. Die was kut, hè? Die was niet goed. Ja, ik zat er ook niet lekker in, moet ik zeggen. Nee, die was niet goed. Maar ik was een beetje geïntimideerd. Als ik eerste was, dan was ik waarschijnlijk beter. Ja, dat is gewoon niet goed. Mijn nummer 10 is... Ik zit nu bij de eerste, ik had te twijfelen. Ik heb het heel erg lastig bij de eerste al. Dat is het enige waar ik twijfel. Ik heb staan... Mag ik er 2 op nummer 10 zetten of niet? Nee. Ik heb Mario Odyssey staan en Counter-Strike, Global Offensive. Mario Odyssey is zo laag? Ja, zeker weten joh. Kom op. Er zijn veel betere spelletjes gekomen in de laatste 10 jaar. En ik zit te twijfelen, maar Mario Odyssey heb ik minder plezier in totaal gehad met Counter-Strike. Maar Counter-Strike is gewoon... Dat is toch simpel? Kopieer het plakken. Maar heb jij die oude... Mijn hart zegt ook Counter. Laten we gewoon voor Counter-Strike gaan. Dit is jouw lijstje, Timon. Dit is ik heb mijn lijstje. Te maken een keer. Counter-Strike Global Offensive nummer 10. Maar het is wel een domme keuze, hè? Nee, foute keuze. Ik heb er heel veel uurtjes in gestopt. Ben ik goed? Nee, zeker niet. Ik moet ook zeggen, als ik mijn lijstje bekijk, Timon, dan zit ik te kijken en dan denk ik van... Dit heb ik een week geleden in elkaar geknutseld. Ik weet niet of ik nu nog met mezelf op één lijn zit. Ja, ik heb dat dus ook. Het is heel erg een feel, is het. Ja, op het moment. Op ene dag kan helemaal iets anders op nummer 1 staan. Het is gewoon waar je zin in hebt op dit moment, is het eigenlijk ook. Waar heb ik het meeste lol aan van gehad? En soms denk je, oh ja, hier heb ik echt heel veel lol aan gehad. En soms denk je van, maar dit zijn wel echt de mooitjes. Ja, tuurlijk. Oké, dan ga ik mijn nummer 10 met je delen. Nummer 10, God of War. Daar heb ik het over die World Serpent. Die World Serpent stijl. Ja, ik... Ja, we moeten het helemaal positief zijn, maar ik heb hem een paar maanden geleden gespeeld. Ja. En ik vond hem een beetje... Ik vond hem leuk. Ja, leuk. Maar niet top 10 of the decade. Er zitten heel veel opvulstukken Timon, ik ben in. Zo blij dat we hem niet samenvoegen. Ja, maar kom op. Weet je wat ik van Counter-Strike vind? Oh, heb je het gespeeld? Ik mik met mijn muis op een poppetje. Nee, maar dat is niet eerlijk. Jij hebt het niet gespeeld. Jij hebt het niet gespeeld, dus je kan ik niet beoordelen. Ik heb het niet gespeeld. En ik verloor. En dan vind ik een spel niet leuk. Nummer 9. Dat kan jij niet. Toch, en ik deed het Vlaams zelfs, dus ik weet niet of jij accentjes kent. Dat kan ik niet. Nou, wat is je nummer 9? Mijn nummer 9 is Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Leg dat eens even uit dan. Leg dat eens nou eens even uit. Wat is daar nou zo leuk aan? Leg het eens even uit. Kom maar even door. Waarom staat deze op nummer 9? Van de beste 10 jaar. Ze zijn allemaal droom. Ja, hij had hoger gestaan ten eerste als het spelletje, als er een einde aan het spel zat. Want hij was half niet af. Maar alsnog zat er zoveel. Maar ik hou van spelletjes. Dat zijn of in de basis gewoon een goede spellen. En dit is een sneak en peak spelletje. Open world was het deze keer. Ik hou ervan dat Kojima... Al die kleine details. Ga je Death Stranding ook in de top 10 zetten? Al die kleine klaar, details in het spelletje bijvoorbeeld. Je kan je in een doos verstoppen en dat soort dingen. Maar dan kun je ook weer in die doos glijden. Je kan allemaal onnodige dingen. Ik kan hier een hele podcast aan wijden. Maar als je het niet hebt gespeeld... Nou, gewoon een tipje in mijn top 10. Ik vond het gewoon mooi. Top 10 van de laatste 10 jaar. Dat is wel heel... Nou, heel dan gaan we even kijken wat jij weer hebt staan. Nummer 9. Uncharted 4. Intens genieten. Intens genieten. En jij hebt deze volgens mij niet eens instaan. Jij hebt God of War instaan. Maar Uncharted is op alle fronten beter gewoon. Misschien heb je een punt. Maar weet je wat het was met Uncharted 4? Want ik zat die ook. Oh, zeker, die stond in mijn... ik had eerst een lijst gemaakt. Welke vind ik allemaal mooi. En die was echt heel lang. Ja. Maar ik kon me gewoon niet zoveel herinneren, was het ding. Nee, maar alle momenten. Het is gewoon... Er gebeurt gewoon een episch moment. En het gaat maar door het episch Uncharted... moment. Als we filmen. Het is echt van... Wow, dat heb ik echt nog nooit gezien in een spel. Nee, en het gebeurt en het gaat door. Het is gewoon echt leuk. Misschien heb je gelijk. En weet je waarom we misschien... minder indruk had gemaakt, omdat 1, 2 en 3 ook al zo
Maar deel 3 was ook intens genieten. Het is bijna alsof je gewend raakt van hun hoge kwaliteit van spellen. Nee, dat was ik dus niet. Ik heb deel 3 en deel 4 gespeeld. En ik zit allebei echt intens te genieten eigenlijk. Ik ben het met je eens. Het is een mooi spelletje. Oké, nummer 8. Ga maar. Doe maar dan. Ik heb Cuphead staan. En dan kom ik terug naar de mooie tijd die we samen spelen. Dat is echt gewoon, dit is wat ik wil in een spel. Het is gewoon samen echt intens. Maar alleen maar eindbazen. Ik ga je onderbreken. Nou, oké, ontbreek me. Heb ik al gedaan. Ja, doe het. En ik ga je dit... Nee, ik heb het al gedaan. Oké. Maar ik dacht, ik ga halten, maar... Ga mij nou niet onderbreken. Dat is asociaal. Okay, weet wat het is? Cuphead, 10 uit 10 spel. Ja. Ga ik niet eens over in discussie. Ja. Over dat ding. Echt genieten. Maar ik wil Contra met jou spelen. Ja, en dat is exact hetzelfde spel. Alleen het skinnetje is anders. Maar en je dan weet zelf ook... Vertik je het. Jij weet zelf ook... De feel is zo belangrijk. En de feel bij Contra is zo niet real. Het is niet real. Cuphead, de feel is real. Het is real. De feel is real. Maar alleen, met Cuphead is het enige deel gewoon die Mario-leveltjes, dat vind ik helemaal niks. Dat vind ik niet leuk. Gewoon de side-scroll. Die side-scroll-leveltjes, daar moeten ze mee stoppen. Die eindbazen, wat eigenlijk 90% van het spel is, dat is intens genieten. En dat het pittig is, ik voel het intens. En zelfs met jou voelde ik het intens. Moet je dat of voorstellen? Juist met mij kun je ook zeggen. Nee. Nou, dat was wel, ik heb wel aandeel geleverd in de leukheid. Mijn nummer 8 is The Legend of Zelda Breath of the Wild. En ik was helemaal geen Zelda-man, absoluut niet. Echt, hoe kunnen onze lijsten zo ver uit elkaar zitten? Dat is toch ongelooflijk? Maar leg het er maar even uit. Ik was absoluut geen Zelda-man, nooit geweest. Ik snapte nooit een beetje de Zelda-hype. Ik zat er te kijken. Oké, okay, ik zei oké altijd, mensen. Het spelen ook, hè? toen kwam Breath of the Wild en we hebben echt podcasts. Ja, dit is een emotioneel puntje voor mij. Ik want ik schaam me er ook top een beetje is voor. Dan mag je gewoon best emotioneel worden. Echt... Podcast hebben gezeikt over hoe lelijk het eruit zag en hoe stijf de animaties waren. Toen was hij nog niet uit, toen we er naartoe gingen. En ik geloofde niet dat ik het leuk ging vinden. En toen speelde ik hem, toen dacht ik... Oké. Maar ik ben dus eerst een Zelda-man. Of was een soort van Zelda-man. Een soort van. En de conclusie is gewoon, Zelda is overrated. Flink overrated. Iemand, iemand vroeg om... Nee, dit, zeg maar, ik, het een is een podcast. Een nee, ik wil gewoon van mijn mening... Jaar. Zelda is zo overrated. Het is gewoon allemaal een beetje... Mwah. Het is wel oké. Het is een beetje... Mwah. Maar Timo, als ik het aan jouw andere meningen koppel... Dan stelt deze ook niet zoveel voor. Nee, het zit gewoon... Nee, ik vind het gewoon eigenlijk... Ga jij even op een mannetje mikken en dan op je muis klikken, oké? Als het goed gedaan is, en zelfs is het gewoon lag, werkelijk. Is het spel lag in nee, het dat spel? Dat ga ik niet zeggen. Jawel, je komt in de wereld... Oh, wat lag, is jouw oh, jou nummer 8? Lag te veel. Ik had Cuphead al gezegd. Nummer 7, mag jij zeggen? Tip 7 is The Last of Us. Ja, die wilde ik hoog zetten, maar jij hebt mijn mening. Niet te geloven. Je bent een influencer. Maar mensen nemen deze lijst serieus, hè? Ja, mijn gedeelte. Mijn lijst. Jouw nee, mensen. Onze lijsten. Nee, jij bent het onderdeel van mijn, zeg maar, lekker spelen, zeg maar. Maar jij bent de influencer. Je hebt me geïnfluenced. Dan stond hij veel hoger. En nu het ga is je bij echt gewoon. Niet te... Dat deze de top 10 zijn, dat is echt belachelijk. Het eerste gedeelte van de lijst was 10 uit 10. Ja, oké. Okay. Daarna gaat het echt onder de maat. Hij gaat een duik in het diepe. Oké, je hebt gehaald. Ja, sorry dat ik het moest doen. Ja. Maar is het de beste intro van een spel ooit? Is het de beste intro van een spel ooit? Ja, dat zou ik kunnen. Ik zou nu niks beter kunnen. Ja, maar dat ben ik gewoon mee eens. Ja, dat is toch gewoon een voordeel. Dat is toch gewoon uniek. Maar als ze het niet kunnen vasthouden... Nou, maar alleen dat daarna moment, hebben ze een spel, alleen, om de intro hebben ze een spel gebouwd dat gewoon helemaal kut is. Alleen dat moment wil je dan nog gewoon even spelen. Beste intro van een spel ooit. Maar ik weet dat ze het kunnen. Dat is het pijnlijke nog van de les. Want die DLC was echt intens genieten. Die intro was echt intens genieten. Maar het main spel, gewoon de gameplay, is echt crap heb to the max. Heb je er ooit al over nagedacht? En we gaan elke klote podcast gewoon weer een Last of Us discussie doen. Maar heb je er ooit over nagedacht? Dat je geen sneakman bent. Jij bent geen Metal Gear Solid man. Weet je waarom? Geen sneakman ben je. Nou, dat, als een sneak goed gedaan wordt, kan ik... Nou, ik kan sneak op half nog wel een beetje waarderen. Als het goed gedaan wordt... Je hebt geen geduld, Timon. Dat weten we allemaal donders goed. Nou, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Het is zeg maar... Uncharted is rondrennen en schieten poppetjes de hele tijd. En Last of Us heb je die stukken... Dan is het sneaken de hele tijd. En flesjes gooien de hele tijd. Het is een soort van puzzel. Hoe kan ik hier doorheen sneaken? Het is geen puzzel, want elke keer hetzelfde. Ja, maar dan kun je Tetris ook niet spelen. Dan kun je geen eens... Counter-Strike potje. Nou, maar dat is elke keer andere tactieken gebruiken. Je speelt tegen andere tegenstanders. Last of Us ook. Ander level, andere tactiek. Ander flesje die je aan andere kanten moet gooien. Nou, Peter, ik ben het niet mee eens. Timon, echt, joh. Nee, ik ben helemaal gek. Wat is jouw nummer 7 dan? Ik heb nummer 7. Call of Duty. Black Ops Baby!
Nee, dat is net echt ja, dat genieten. Dat we net gediscussieerd hebben. Nee. Call of Duty Black Ops is echt intens genieten. Ja, is een leuk spel, geen top 10. Nah. Staat niet eens in mijn top 20. Nah. Oh, dat kan je niet eens maken. Nee, Black Ops is echt genieten. Ja, maar ik ben blij dat je dit doet eigenlijk. Nee, maar... Het maakt al die discussies onschadelijk dat mensen misschien dachten... Hey, zou je echt een beetje gelijk hebben? Nee. Black Ops, als je serieus hebt gespeeld, is echt gewoon intens genieten. Ik heb hem serieus gespeeld. En is hij intens genieten? Oh, was leuk. Was leuk hoor. Black Ops echt easy. Eigenlijk zou je nog hoger moeten misschien. Want ik heb er zoveel uren in gestopt. Nee. Wat is je nummer 6? Nummer 6. Rainbow Six Siege. Ik ben er pas laatst mee begonnen. En het is gewoon intens genieten. Een heel nieuw tactisch spelletje. Beetje competitive. En daar kan ik van genieten. Ik heb gehoord dat je echt... Dit vind ik mooi aan het spel. Zeg maar, je moet je muis zo mikken op een poppetje. Nee. En Siege heeft er zoveel andere... Ja, ik ben echt een flauwe gast. Rainbow Six Siege is intens genieten. En het is gewoon echt mijn ding. En ik voel het hard. En het is een Supreme Go nummer 6. Mijn nummer 6. Moet je deze... Nou, dan kom je weer. Nee, dan gaan we tot elkaar komen. Nee. En ik denk dat je misschien wel respect hebt voor deze keuze. Ik online zie ik die keuze niet gemaakt worden, weet je wat? Omdat het lafaards zijn. Yes, lafaards. Moet je hier even luisteren. Ja. Wat denk je hiervan? En ik had hem hoog kunnen zetten als, als ik een beetje gek in een gekke bui was. Dus gek. Pokémon Go. Kom op, VMC is helemaal gek. Wat? Laat me niet hangen. Nee, ik ga laten hangen. Is helemaal gek. Heb je Pokémon Go er niet in? Dat is natuurlijk prachtig, maar kom op. Pokémon Go, zoiets ga je nooit meer meemaken. Pokémon Go is prachtig en intens genieten. Het spel op zich is natuurlijk helemaal... Pokémon Go is intens genieten. Maar het spel zelf is gewoon flauwkul. Heb je geen nostalgie met Pokémon, is niks. Maar Pokémon Go is het beste Pokémon spel... Ooit. ...van de afgelopen 10 jaar. Ooit misschien. Pokémon Blauw is zo beter. Zilver is beter. Is 2. Nee, Pokémon Go is gewoon maar echt... Original, ja, maar Pokémon Go, dat is wat de nieuwe Pokémon moest zijn. Misschien is het beste Pokémon, hoor. Misschien is het de beste Pokémon. Met volwassen mannen. Ja. Wat, ik was met iemand... Op een strand. Ja. Want daar was een supergoeie respawn spot. Zaten we s'nachts, hè? Ja. Met een kudde volwassen mannen. Ja. Op een strand. Iemand. Charizard. Volwassen mannen erheen te rennen. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dat is gewoon zo'n moment, dat ga je nooit meemaken. Ik had hem niet gepakt en ik werd een beetje... Ik weet het in het begin ook nog wel, ja. Dan fiets je ergens gewoon. Je was helemaal niet Pokémon. Ja, Pokémon zit aan in je handje, weet je wel. Ja. En dan zag je een groep mannen op een fiets. Zie je een sprinter en zijn... Is het Golduck? Was toen nog in het begin Golduck! Wij omdraaien achteraan, sprinten we, voegden ons toe aan de zwerm ook gewoon. En opeens iedereen was bevriend ook en zo. Ja, iedereen was beste vrienden. Het was echt genieten. Het is ook de enige eigenlijk app, sportapp zou ik het bijna noemen, die me heeft laten... Ja, maar wel, het was wel de bedoeling dat ze mensen willen laten bewegen. En het heeft me gewoon laten bewegen. En naar buiten laten gaan. Ja. Nou, weet je wat, ik krijg een spottermijn Het is echt intens genieten. Nummer 5. Peter, wat is je nummer 5? Waar zit je nummer 5? Super! Oh nee, toen ik begon, toen dacht ik, daar ga ik. Nee, in het begin had je hem uit te pakken en toen ging je zelf... Ja, je, ik had moet door moeten gaan. Ja. Dan knip ik dat er wel uit. Ja, is goed. Ja. Super Mario Odyssey. Nummer 5. Dat is wat ik wilde van een nieuwe... Ja, is leuk. Maar Mario Odyssey is goed. Is gewoon goed. Volgens mij hebben we hier allemaal met 10 uit 10 spel te maken. Ja, tuurlijk. Met jouw lijst. Nee. Nummer 5. Inside. Prachtig, intens genieten. Het is een spel tenminste die een beetje kort is. Het is een beetje spannend. Het is uniek. Het einde. 10 uit 10. Dit is zeg maar waar wij een beetje op een lijn zitten. Dit soort spellen willen wij een beetje. Ja. Gewoon een kort spel. Het is gewoon echt spannend. Avondje. De feel is real. En de feel is weer alles zit gewoon goed bijna. De feel is zo belangrijk en dat zie je in dat spel. En daarom zet ik hem op nummer 4. Je hebt hem op nummer 4. Dat is gewoon terecht. Het is gewoon echt een droomspel. Ja, dat is gewoon een droomspel. Ik ben echt goed dat hij niet te lang is. Want als die langer was, dan zou het gelijk... Minder. Ja, was het gewoon een stuk minder gelijk. Als hadden ze die 20 uur gemaakt, dan stond hij niet eens bijna in mijn top 10. Maar dat is echt belangrijk. Ja. Gewoon dat je een avontuur hebt. Ja, in één zitje en gaan. Nummer 4. Pokémon Go, baby! Tuurlijk zet ik hem neer. Pokémon Go nummer 4. Ging je het niet laten hangen? Ja, tuurlijk, maar ook wel gewoon verrassingseffect, joh. Ja, Pokémon Go 4. Deed me wel kwetsen me toen ik werkelijk een high five... Maar is het niet echt zo leuk? Nee, want het is nog steeds blijven hangen. Nee, maakt niet uit, joh. Pokémon Go. Let's go. Dat is mooi. Heb jij nog een mooi moment of niet? Nee, ik zei mijn Golduck moment. Alle momenten waren goed ook, hoor. Oké, dan gaan we naar de top 3 in. En ik moet zeggen... Mensen gaan misschien een beetje gek opkijken van mijn nummer 1, hoe hij zo staat. En ik moet ook zeggen, ik kan ze allemaal wisselen op dit moment. Nee, bijna gedeelde eerste plek. Nee, dat is gaan we niet. Het is nummer 3.
Maar als ik dit doe, dan moet je niet boos op me worden. Nou, want ik weet dat het misschien een rare nummer 1 is. Hoe kan nou een top... Hoe kan een nummer 1 nou raar zijn? Maar ik voel het op zich wel. Hoe kan een nummer 1... En voel een nummer 1 moet je ultiem voelen. Dat is echt het spelletje. Weet je wat? Ik ga er gewoon voor, Timon. Wat is jouw nummer 3? Mijn nummer 3 is Hearthstone. Hearthstone, zoveel uur het zich stopt. Op een mobieltje, op een console. Echt, dankzij een man genaamd Monkel. Die man die streamde, heeft me erin getrokken. Is echt, Hearthstone is echt intens genieten. En nog steeds is het genieten. Het is een beetje inkomen elke keer als je het speelt. Maar als je het eenmaal speelt, is het echt gewoon prachtig. Zo vrij uniek. Uniek het spel. Het is echt een uniek spel. En het is echt gewoon makkelijk. Het is gewoon echt leuk. Ik voel het. Nummer 3. Ja, leuk spel, domme keuze. Mijn nummer 3. Ja, ik wil misschien nog je schaamt switchen. Je zelfs voor je nummer 3. Dat wil is al iets. Switchen misschien naar nummer 2. Maar ik ga het even niet doen. Je moet wel, ik ga mijn excuses alvast aanbieden aan jou. Want jij gaat je stem verheffen. Daar word ik bang van. Nou, als het gewoon een goed spel is. Portal 2. Gaan we daar nou heel moeilijk om doen? Dat is toch gewoon een 10 uit 10 spel? Ja, die kan toch ook een plekje hoger, zou ik denken. Normaal gesproken gaat hij een plekje hoger. Laten we even eerlijk, normaal gesproken staat hij een plekje hoger. Dat bedoel ik. Dat misschien wel twee plekjes, maar normaal gesproken staat hij een plekje hoger. Nummer 3, ja. Maar het is gewoon 10 uit 10 spel. Allemaal te maken met de 10 uit 10. Ja, top 3, dat kan het eigenlijk niet meer. Ik heb hem op nummer 2 staan, Portal 2. Maar heel simpel. Had je je 3 had je al gedaan, toch? Mijn 3 heb ik gedaan is Hearthstone. Nummer 2 is Portal 2. Het is gewoon een mooi spel. Het is een van de weinige twijfel je daarover? Nee, omdat ik deze top 3, die kan ik allemaal wisselen op elk moment. Hij kon ook nummer 1 staan bij mij. Portal 2 is echt het enige spel dat ik ooit heb gespeeld waar humor in zit. En het daadwerkelijk ook gewoon geinig is. Ja, dat wil ik ook zeggen. Het is gewoon, de timing is allemaal goed. Het is allemaal echt uniek. Er zitten allemaal kleine dingetjes in. Maar gewoon het hele spel op zich ook. En geen spel is letterlijk grappig. Want je hebt wel spels zoals Borderlands. Dan komen ze, oh, I'm a chill dude. I love Marvel. En dan zit er gewoon, Boomer. Ja, het is echt niet normaal hoe niet geinig het is. En Portal doet het gewoon echt perfect. Het is gewoon werkelijk grappig. Normaal ben ik een skipper, ik skip alle filmpjes. En hier is het gewoon van, ja, ik ga gewoon luisteren. Het is gewoon intens genieten allemaal. Maar het spel zelf is ook super uniek. Gewoon die alles. Toen en het is gewoon uitkwam, leuk. Ja, mooi. Dat zijn de puzzels die allemaal uniek zijn. Allemaal denk ik van, oh ja, dit is goed bedacht. En bij Last of Us heb je zeg maar elke puzzel van, oh, dat is allemaal hetzelfde. Het is ook een beetje... In de Counter-Strike zit er geen puzzels, dat maakt niet uit. Nummer 2. Bloodborne is goed. Dat zie ik, dat is gewoon, ik zat mij in, zat ik te twijfelen om op nummer 10 ook zou zetten. Bloodborne, want ik heb hem niet uitgespeeld. Dacht ik, ja, dan ga ik het niet doen. Want mijn PlayStation is gecrashed toen ik het speelde, dus kan ik niet meer opnieuw. Maar Bloodborne is gewoon echt intens genieten. Daar is ook weer sprake van. De feel is zo real. Alle sfeer is de wereld. Maar je kan zeggen, Dark Souls 3 is ook intens genieten. En daar ben ik het mee eens. Maar de feel is... Ja, wel, de feel is real. Maar niet. Dark Souls 3, de feel is real, maar de feel is minder real. Ja. Bloodborne, de feel is supreme real. Dat is gewoon helemaal goed. Nee, dat is ook de reden. En het spel is mooi. En het hele verkennen van de wereld. De monsters. En gewoon als je wint, dan krijg je zo'n gevoel dat je bijna geen één spel krijgt. Je hebt het gevoel dat je elk monster op een andere manier moet verslaan. Of een andere tactiek moet hebben en zo. Gewoon er één indruk hoor. Ja, tuurlijk. Gewoon rollen en slaan. Dat is gewoon genieten. Yep. Ja, mooi. En nummer 1. Wat is jouw nummer 1? Nee, je weet het al. Dota 2, baby. Oh, Dota ik had er niet 2. Aan gedacht. Echt, ik heb daar mijn hele leven in gestopt. De afgelopen... 8 jaar, echt niet normaal hoeveel uren ik erin gestopt. Het is gewoon prachtig, het is gewoon helemaal nieuw voor mij. Ik heb nog nooit een MOBA gespeeld, dit is wat het spel. Ik heb eerst League of Legends gespeeld. Ik dacht, wat is dit nou weer? Stapte ik over naar Dota. Dat was gewoon de dreams, had me te pakken. Oké. En zat Valve toch op nummer 1 en 2 bij mij. Als ze ervoor gaan, ze doen even hun best, lukt het ze wel gewoon. De laatste spel is helemaal crappy. Dat was ook mijn favoriete game. Maar nu hebben ze die feel niet meer, vind ik. Het is wel maar een ze maken weg. Geen spelletjes meer. Ja, ze maken allemaal kleine zoals Underlords en zo. Maar ze komen terug, dit jaar, met de VR gaan ze weer. Ja, Half-Life gaan ze weer hun best doen. Industrie ja, ja. Ik heb gewoon vertrouwen in. En ja. Oké, mijn nummer 1, Timon. Oké, maar kom op, ik zie jouw kopje al. Je hebt echt een crapspel nummer 1. Nou ja, sommige mensen... ik ben benieuwd naar jouw reactie. Want je weet het. Kun je het raden van mij? Ik kan het niet raden, nee. PT, ja. Nummer 1, ja. Maar ik zag... Ja, kom op. Het is een demo. Ja, het is een demo. En ik wil ook wel maar natuurlijk was het echt het engste spel ooit gemaakt. Ja. Maar, ja... Is, hoe vaak hebben we hem gespeeld? Is het zeg maar het leukste spel ooit? En, ja, maar... Mijn hart zegt ja. Ja, zeg maar mijn hart het, wil maar is het om, is het omdat het uniek is allemaal. Want ik weet ook, als je door die gangen bent, komt daarna nog een stuk. En die is wel een stuk minder leuk dan die gang in het begin. Klopt.
Maar daarna wordt het een beetje van, oh, kom die oogballetjes. Dan zit je echt te kijken. Maar voor mij... Zo oogballetjes zit je dan te kijken. Voor mij is het helemaal de hele experience. Maar het einde is zeg een maar, minder experience. Ja, maar gewoon. Zeg maar, ik denk dat het helemaal, de hele feel eromheen ook was. Alles, zeg maar. En doordat het zo obscuur is. Kijk, nu kun je hem ook niet meer downloaden en zo. Het heeft gewoon helemaal een soort van aura maar eromheen. Maar nummer 1 van de laatste 10 jaar. Moet je luisteren. We zaten, weet niet wat het was, volgens mij E3 of Gamescom. Toen kwam er een trailer. Een horrorspelletje, een heel standaard horrorspel van een of andere nieuwe studio. Niemand wist wie de studio was. Hij is nu beschikbaar op PlayStation. Nou, wij wilden iets opnemen. Wij zijn horrormannen. We gingen checken. En iedereen ging het checken. En het was opeens, zag er heel mooi uit. Het was super eng, helemaal nieuw horrorstijl. Ja, ja, ja. En toen zat er allemaal geheimpjes in. En niemand wist precies hoe je het moest uitspelen. Maar je kent het internet. Na een paar dagen hadden ze het al uitgespeeld. Terwijl ze wilden dat het een week duurde of zo, of een paar weken. En toen was het opeens gewoon een teaser voor Silent Hills, wat een van mijn favoriete franchises was. Maar de teaser was wel crap hoor, dan komt die gozer kom aangelopen met zijn kopje, dat vond ik helemaal... Toen was de feel al gelijk een stuk minder helemaal real. Helemaal niet, het was Silent Hill! Ja, Silent Hill is goed, maar die gozer, hoe heet die gozer? Dan komt hij met zijn... Norman Reedus, ja, maar Norman Reedus, ik heb hem. Ja, ik heb iets persoonlijk tegen hem en hij mag het best horen. Als je luistert, ik heb iets tegen beste, hem. Prima ik gozer, vind het helemaal Sam niks jouw kopje. Ik kom niet in mijn spelletje langs, want ik vind het irritant. Hij was goed in Death Stranding, maar... Nee, hij was niet goed. Hij is heel vervelend. Maar de hele feel, en misschien als het spel Silent Hills uiteindelijk uit is gekomen, was de feel misschien heel anders geweest. Maar nu is het helemaal obscuur geworden en zo. En ik vind het gewoon mooi. En we hebben het zoveel gespeeld. En ik het weet is niet, prachtig, en ik maar... zet hem en ik lock hem in. Één. Nee, en slam hem down. Dan kan je Portal 2 beter neerzetten. Kom op. Kom op. Ik twijfelde. Ja. PT is genieten, maar is het echt een nummer 1 van de laatste 10 jaar? Dat is gewoon, het is niet eens een compleet spel. Ja, maar ik voelde hem en ik ging ervoor. Maar het, ik het einde is zo vergeetbaar. Dat is wat het einde is werkelijk aan de aankondiging dat het zijn. Nee, maar het begin van het spel is echt intens genieten. Dan ben ik met je eens, helemaal nieuw. En dan ga je door die gang en daarna is het klaar. En dan weet ik amper meer wat er gebeurt. Omdat je moet niet vergeten dat we echt... Wij probeerden hem uit te spelen en dan hoorde je online allemaal... Gewoon net als vroeger was het. Alsof er geen internet was. Was het echt zo van, ja, er zijn geruchten dat je in je... Headset moet je zeggen van... dan moet je de naam van de dode vrouw zeggen. En dan gebeurt er iets en dan kun je verder. En dan gingen wij met z'n tweeën... Gingen we in dat headsetje, gingen we praten. Gingen we die naam zeggen. En we waren zo bang waren we dat er iets ging gebeuren. Nee, ik zeg niet dat het een klotenspel is. Ik zeg dat het intens genieten. Maar ik zeg, is het top 10 van de laatste 10 jaar? Is doodhaat. Ja, dat is het. Ja, zeker wel. Ja, zeker. Oh ja, een beetje klik. Ga je poppetje voor mij is het zeker weten het beste spel. Voor mij. Maar heb je de meeste uren plezier aan gehad? Het gaat niet om de uren, want ben je hypocriet. Nee, maar uren zijn wel belangrijk. Hoe staat Inside dan in jouw top 5? Nee, maar dat is gewoon... Ja, oké. Nee, maar uren zijn alsnog belangrijk. Als je een spel speelt zoals Skyrim, waar je echt zoveel uren van maken hebt, dan moet je wel meenemen. Je moet maar waarom in ieder geval staat Inside en Cuphead in jouw top 10? Ik neem het mee, en dat was alsnog leuk in het algemeen. Oh, ik heb het meegenomen. Ik vond het alsnog leuk. Oké, ja, dat mag. En dan accepteer je het. Het mag, maar het is... Ik weet het niet. Ik weet het niet hoor, maar kom op. Ik ben benieuwd jongens, wat is jullie top 10? Laat het weten als je op YouTube luistert, laat het weten in die comments. Als je op Spotify luistert, dan mag je alleen luisteren. Nee, maar ik heb helemaal niks te vertellen jij. Heb je niet nog honorable mentions ook? Normaal is dat je hele ding, die zijn echt de beste spellen. Honorable mentions, ja, ik heb een hele lijst. Wat denk je van Detroit? Ja, dat is gewoon mooi, maar ik kwam niet in de top 10 helaas. Al was het verhaal veel wel mensen leuk. Zullen ook zeggen, yep. Skyrim Platinum uitgespeeld. Daar heb je echt honderden uren voor nodig. Maar sommige spellen hou je een feel aan over. Die blijft bij je. En Skyrim is een beetje vervaagd. En ze zie je het weer. En sommige spellen zie je en denk je, ik wil het weer spelen. En Skyrim denk je, oh ja, ik weet niet. Ja, en meerdere mensen ook zeggen, The Witcher. Waar is The Witcher? Die heb ik die nooit staat gespeeld. Ook niet. Ik heb hem gespeeld, maar ik kwam er echt niet doorheen. Ik die ben kwam uit... Twee keer ben ik gestopt. Ik denk van, ik moet er spelen. Ga ik eerst de uur spelen. Dan denk ik van, ja, ik kan niet meer verder. En dan ga ik het weer opnieuw doen. En dan is het weer, ja, weer hetzelfde punt. Hij kwam uit tegelijkertijd met Metal Gear Solid 5. Toen koos ik daarvoor en toen had ik die helemaal uitgespeeld. En toen had ik ook eigenlijk niet zoveel zin om nog weer een grote wereld in te duiken. Maar Mario Kart is, 8 is een van mijn favoriete Mario Karts. Shadow of the Colossus, die remake. Ik had Shadow of the Colossus nooit gespeeld, allemaal mooi. Batman Arkham City heeft mijn Batman man gemaakt, allemaal mooi. Maar wat vind jij? Welke lijst vind jij de officiële lijst? Laat dat ook even weten. Wij zijn natuurlijk te beluisteren via YouTube, via Spotify, iTunes en al die andere appies. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. En weet dat binnenkort, en waarschijnlijk volgende podcast, die voorspellingen 2020 podcast komt. Heel spannend. Echt spannend. Doei.